Breda Nu. Je weet het meteen. Dag José. Ik zie jij hier aan het zagen bent, maar dat duurt wel lang, hè, met zo'n klein ding, zo'n grote homp klei. Ja, dat duurt wel lang, ja. Vooral ook omdat je niet door kan werken aan zoiets als die nog droog is. Of nog nat is, want je moet hem dus droog hebben om zo rond te kunnen krijgen. Dus je kan iedere keer maar een gedeelte doen. Dan moet die goed drogen en dan hou je de rand weer vochtig en dan kan je pas door. Dus dit ga je nog een keer of 4, 5 doen of zo? Nou, deze is nou mijn eerste model. Die ga ik doorzagen. Dan ga ik hem 2 helften een latex mal overheen nemen en een gipsen stutmal. En dan kan ik een hele serie maken. Het lijkt me tof om er een heleboel van te hebben. En deze heb ik eigenlijk gemaakt omdat ik het tof vind die Fibonacci-theorie. Pardon? Ja, dat vind ik heel interessant. Even uitleggen hoor. Ja. Dat is de regel dat iets standaard groeit. Dus één takje gaat die kant uit, ander takje gaat die kant uit. Dat is allemaal geregeld, dat kan je terugvinden. En bij deze gaan bijvoorbeeld 8 lijnen die kant uit en 13 lijnen die kant uit. Dus ik heb een homp klei en daar ga ik uit beeld houden. In feite doe je hetzelfde? Je doet hetzelfde in feite als dat je met hout doet, maar dan nou met klei? Ja, en dan haal ik weg. Ja. Dat is eigenlijk het omgekeerde van wat je moet doen? Ja, klei is eigenlijk toevoegen. Aan de massa, dan kan je nog wel weer wegnemen. Maar ik hou ervan om een homp te hebben en dan weg te nemen. Je stond net wat te mompelen over, het is te keihard eigenlijk. Ja, aan de ene kant moet je hem hard laten worden. Zodat hij de stevigheid houdt en dat je alle kanten uit kan schuren en zagen. En wat ik ook nog meer doe. Aan de andere kant, als ik hem nu door moet halen, dan is hij keihard. Maar dat geeft niet, want dan houdt hij wel zijn vorm. Dus dat ik ze straks tegen elkaar kan doen, dat hij de goede vorm heeft. Want anders krijg je een zwabbel, mastappel. En ik hou van met de hand doen alles, want ik hou niet van te veel machines. Je hebt wel kettingzagen en weet ik het wat allemaal. Ja, dus, dat is niet aan mij. Past het niet bij jou vanwege je karakter of gewoon vanwege het feit dat je het niet interessant vindt? Nou, ik hou van het ambacht. En vroeger hadden ze dat niet echt zo. Dus ik hou van het oude ambacht. Ambacht, technische dingetjes vind ik leuk in mijn werk. Dus je bent gewoon een ouderwetse vakvrouw? Ja, misschien wel, ja. Ja. Je bent al een aardig eindje opgeschoten. Ja, het gaat wel. Het is zwaar werk en ik wil hem zo recht mogelijk houden. Dat lijkt me ook wel handig, ja. Ik heb hem recht gezet en toen een loodlijntje gespannen. En daar eerst een lijn op afgezet, want hij moet wel helemaal strak recht zijn. Ja, dan moet je goed oog hebben, dat klopt, ja. Ja, maar dus niet alleen maar goed oog, maar ook gemeten. Dus, In dit geval is meten wel weten. Meten is weten. Ja? José, wij staan hier buiten bij jou, ook een werkplaats eigenlijk. Het is jouw tuin, maar meteen ook werkplaats. En dan zie ik hier een paar wapperende dingetjes, kwallen of zo. Ja, die maken me helemaal vrolijk altijd. Dit zijn kwallen die ik heb gemaakt naar aanleiding van een gedicht van jou. Dat was een thema bij de kunstroute een keer, een jaar. En toen heb ik op een gedicht van jou de kwallen gemaakt en toen zag je die kwallen en toen heb je weer een nieuw gedicht op mijn kwallen gemaakt. Ja, vond ik hartstikke tof. Maar hoe kom je er nou bij om zo'n simpel, ja, als ik het zo mag zeggen, een beetje plastic, een draadje enzovoorts, om dat dan zo te doen en dan de suggestie te wekken van dat er iets levendigs staat, een levendig kunstwerk, levend kunstwerk bijna. Ja, ik hou van veel materialen hergebruiken en dit zijn gewoon vuilniszakken, pedalenmerzakken. En die riet krijg ik weer van een vriendin uit de tuin. En dat vind ik met zoveel mogelijk, min mogelijk kosten, iets leuks creëren. Ja, dat snap ik, maar dat is de theorie. Ja. Maar hoe kom je er nou bij om dat in de praktijk zo uit te voeren? Ja, daar weet ik ook niet precies. Waarom maak jij nou deze kunst? Want je zegt, daar worden mensen vrolijk van. Is het een soort weerspiegeling van jou innerlijk? Of zeg jij van, nou, ik zie dat mensen daar zo op reageren. Of zeg jij, ik wil het gewoon maken? Ja, dat is misschien heel egoïstisch, maar ik maak nooit kunst voor anderen. Ik maak het eerder voor mezelf.
En als anderen daar mee van genieten, vind ik dat fijn. Maar ik maak niet voor iemand iets dat je zegt van nou, ik wil dat graag hebben. Nou, dat past niet bij mij. Dus een opdracht doe jij niet? Zou wel kunnen, maar dan moet het wel in mijn beeldvorming passen. Er staan hier nog een paar beelden. Ja. Kan je er even kort iets over zeggen? Dit is een beeld van aluminiumcement. Wat ik gemaakt heb naar aanleiding van een drieluik van Jeroen Bos, Tuin der Lusten. Dit is een interpretatie van mij over de fonteinen die daarin staan. Wel erg abstract, hè? Ja, ik vind het wel wat hebben. Het past wel helemaal bij mij. Ook organisch, ik vind het wel, ja. Organisch qua materiaal? Nee, organisch qua vorm ook vind ik het toch wel, ja. Nou, dat is een hele grote discussie, daar gaan we het niet over hebben. Nee. en die andere objecten die hier te zien zijn? Dit is een gevonden beeld. Dat is tufsteen. En het beeld, ja, tufsteen komt natuurlijk uit de grond. En de halster heb ik gevonden op een route van het Pieterpad. En dat was een paardenhalster die daar ergens in het weiland lag. En die was gewoon kapot. En verhard gewoon het leer ook. En ik wilde die steen, wilde ik lijken of dat die eruit ging groeien. Mensen denken dat ik het zo gevonden heb, dat die steen er echt uit is gegroeid. Maar hij is dus naar binnen gebeiteld en die riemen steeds strakker aangesnoerd. Jozef, we staan hier bij een, ik wou bijna zeggen een triptiek, maar dat ziet er eigenlijk iets anders uit. Maar toch wel drie kunstwerken rondom een film. Ja. En die film ging eigenlijk over een priester die helemaal alleen leefde en eigenlijk op zoektocht was. Wie is nou bij mij belangrijk, God of de vrouw? En je hebt een aantal symbolen daarvan gemaakt. Kan je er iets over vertellen? Ja, de film begint in zwart-wit. Een hele lange, driedurende documentaire van Peter van Houten, die hier ook in de Haagse Beemden woont. En de film straalde voor mij wel misschien een ouderwets thema, maar dat vond ik daarbij passen. Geloof, hoop en liefde straalden het uit. En het eerste werkstuk is het kerkje wat daar in de Pyreneeën had. Hij 25 kerkjes waar hij de dienst ging doen. Moest hij wel eens rondrijden? Ja, dan moest hij rondrijden. Ja. En zijn vader was kunstenaar. En die had... die wilden de sleutel niet zo erin, dat is normaal dat je hem zo erin steekt. Hè? Maar dan hing het kruis naar beneden en dan wou hij niet. Dus hij heeft al die sloten heeft hij omgebouwd. En dat vind ik leuke dingetjes. Kleine dingen, maar wel belangrijk. Ja, vind ik leuk om erin terug te brengen. En dat er ook nog een belletje in zit, vind ik leuke grapjes om te doen. Dag Jordi, jij bent iets aan het doen wat ik vroeger ook kon, maar bij mij ging het altijd fout. Ja, ik weet niet of dat het nou goed gaat bij mij, maar het is de bedoeling dat ik 20 drolletjes ga kleien. En als het dan af is, dan steek ik er een Europese Unie vlaggetje in. En dat is dan jouw kunst voor vandaag? Ben je daar dan lang mee bezig? Is het een project of wat is het eigenlijk? En voor pakje kunst dacht ik, laat ik er 20 maken, die dan in een pakje kunstautomaat komen te zitten. Wacht even, je gaat een beetje snel. Een pakje kunst, dat is een project of zo, waar jij dan aan meewerkt? Het project komt oorspronkelijk van Ronald Schouwen, een Tilburgse kunstenaar. En hij koopt oude sigarettenautomaten op en die past hij dan een beetje aan, zodat er deze mooie doosjes in passen. En ik heb het voornemen om zo'n automaat naar Breda te halen, waar dan 20 kunstenaars uit Breda en omgeving kleine kunstwerkjes in verkopen. Ja, dat klinkt heel mooi, maar is het de bedoeling om het voor mensen makkelijker te maken om kunst te kopen? Of is het om het idee van kunst is niet verheven of zo? Wat zit erachter? Ik denk dat allebei die argumenten wel meespelen. Op een laagdrempelige manier en zo groot mogelijk, zo breed mogelijk publiek te bereiken met kunst. Eén pakje kost 4 euro, dus ja, voor 4 euro heb je een leuke verrassing. Want je weet natuurlijk van tevoren nog niet welk kunstwerkje en van wie erin zit.
Een vraag die je waarschijnlijk wel meekrijgt, is dit nou kunst, zeggen mensen dan tegen jou, of zeggen ze dat nooit? Nou, meestal niet recht in mijn gezicht, zeg maar, zoals nu. maar dat mag ook, ik vind het een goede vraag. Het is ook een vraag, hè? Het is geen constatering, hè? Het is een vraag, hè, die ik stel. Ik heb ook eigenlijk niet een eenduidig antwoord of een allesomvattend antwoord. Maar ik probeer wel zo op deze manier mijn statement te maken. En dat dan zo'n gekleid rolletje is met een paar lagen acrylverf en een soort tapeprikker erin. Met een, ja, dat is dan maar zo. Dat is dan de manier om die boodschap over te brengen op het publiek. Ja. Dan ben ik heel benieuwd naar je boodschap, want je zegt dus dat je een boodschap overbrengt. Welke is dat dan? Ja, het is een soort kritisch statement over de EU. Het valt mij op dat we zijn dan onderdeel van de EU, de Europese Unie, een eenheid. Maar als er dan een probleem speelt, dan zijn we allemaal weer delen. De grotere boodschap is denk ik de hypocrisie die erin zit. Waar ik me ook wel graag mee bezig hou. Die hypocrisie die er altijd op de een of andere manier insluipt. Ook bij gewoon individuen, ook bij mij hoor. Hoezo ook bij jou? Dan ben ik benieuwd. Nou ja, mijn proces gaat dan over de gekte en onzin van mens, media en maatschappij. Maar ook over de kritiek op de kunst, waar ik zelf onderdeel van uitmaak als kunstenaar zijnde. Maar ook kritiek op mezelf. Soms gaat het over de hoeveelheid uren dat we elke dag naar de televisie kijken. Maar dan denk ik bij mezelf, ja, maar ik ben ook die consument die elke dag de meest stomzinnige programma's kijkt. En had ik mijn tijd niet beter kunnen besteden, denk ik dan eigenlijk. Ja. Jordi, nou moet ik je toch even iets vragen. Ja. Nou sta je in betonnen beeld, een klassiek beeld. Ja. Sta jij te versieren, hoe moet ik het zeggen? Letterlijk en figuurlijk? Ja, te versieren, te decoreren, ja, ja. Maar je trekt ook een lange neus naar de kunst, of niet? Ja, ik vind het wel leuk om met de kunst te spelen, ja. Met het elitaire of het hoogdravende eraan. Om daar inderdaad een lange neus naar te maken. Maar vind jij op zich klassieke kunst niet mooi ook? Is dat ook iets waarvan je zegt, daar heb ik een hekel aan? Of is het meer daarmee spelend, terwijl je wel bewondering hebt voor die kunstenaars? Maar ik heb zeker bewondering voor die de grote kunstenaars. Maar ik vind het ook wel weer leuk om mijn draai eraan te geven. Het statige een beetje ervan af te stoffen als het ware. Volgens mij moet het die heksenneus wel zijn, ja. Ja, het past er precies bij, want het is ook nog een flinke pukkel. Maar ja. Hoe reageert het publiek hier nou op? Nou, dit werk heb ik nog niet tentoongesteld. Maar wel dergelijk soort werk, toch? Ja, wel ander werk waarmee ik een loopje nam met de klassieke kunst natuurlijk. Of met de schilderkunst in het algemeen. De speelsheid, dat vinden mensen wel interessant. Als het echt alleen maar negatief is, dan haken mensen al snel af. Terwijl als je er met een speelse manier mee omgaat, dan heb je de kijker eerder te pakken. Maar je maakt het niet kapot, hè? Je splijt een beeld niet in tweeën of zo. Hè? Ik voeg toe, ja. Ja, ja. Dat is een groot verschil, vind ik. Dit is humor voor mij dan, hè? Ja, ja. Die doet wat toe. Ik vind de humor vind ik ook wel belangrijk. Er mag ook gelachen worden in de kunst. Dat vind ik zelf wel heel belangrijk. En dat mijn kritische noot daarin voorkomt, mee naar voren komt, dat vind ik alleen maar leuk, ja. Ik zag een enorme beker hier staan toen straks al. Wat is dit? Een of andere prijs of zo? Ja, ik ga binnenkort mijn eigen beeldende kunstprijs in het leven roepen in samenwerking met BKKC in Tilburg. De Jordi Koevoets beeldende kunstprijs. Het is een ludieke tegenhanger op alle honderden kunstprijzen in Nederland. Een ludieke tegenhanger. Met andere woorden, ook hier heb je enig kritiek. Proef ik dat of niet? Ja. Om dan heel boos te worden ligt voor de hand. Maar ik wil het liever omdraaien om daar iets mee te gaan doen. Dus sinds mijn afstuderen in 2011 aan Sint-Joost in Breda heb ik meegedaan aan verschillende kunstprijzen. Beeldende kunstprijzen. En de reglementen, daar vond ik nogal. Daar stelde ik heel veel vragen bij. Van waarom zit het zo in elkaar? Beperkend of zo? Ja, de restricties betreffende de kunstenaar. Boven de 35 jaar tel je tegenwoordig al niet meer mee.
Maar ook restricties voor het in te sturen kunstwerk. Het mag bijvoorbeeld niet groter zijn dan 30 bij 40 centimeter. En dan hebben ze het over het beste kunstwerk. Terwijl je al zo'n sterke restrictie oplegt. Dus al die reglementen had ik doorgenomen. En de vragen rezen de pan uit eigenlijk. Dus ik dacht, laat ik daar iets mee doen. Laat ik mijn eigen beeldende kunstprijs in het leven roepen. Dat is volgens mij wel een heel duidelijk statement. Ja, het Mondriaan Fonds is het kunstfonds in Nederland. Die de subsidies vanuit de overheid mag verdelen onder de kunstenaars in Nederland. Ik had ook twee keer al een aanvraag gedaan. En heel veel mensen lopen maar achter het Mondriaan Fonds aan. En mijn aanvragen worden steeds afgewezen. Maar ik dacht, ja, ik kan het ook gewoon zonder het Mondriaan Fonds doen. Ja. Waarom loop ik heel daar achter dat fonds aan? Waarom loopt iedereen achter dat fonds aan? Is het zo dat mensen erbij willen horen en dus achter zo'n fonds aanlopen? Is dat het idee? Ja, zo'n fonds heeft natuurlijk wel een bepaalde statuur in Nederland. Als je eenmaal zo'n aanvraag gehonoreerd hebt gekregen, dan hoor je erbij als het ware. Daar stel ik wel mijn vraagtekens bij, maar volgens mij kan het ook zonder. Breda Nu. Je weet het meteen.